Ah, dat is een beekjuffer. Larve van een beekjuffer. Stoa neemt het onder de loep. Dit is een kokerjuffer. Die maakt een grote trechter van spinsel waarmee die andere diertjes vangt. Het is een goede indicator voor stromend water. Oh, kijk, het harenschrijvertje. Dat is een zeldzame soort. Het is ook echt een indicator voor zuurstofrijke omstandigheden bij de bodem, omdat die larve die leeft op de bodem, terwijl het volwassen dier in de oever leeft en daar weer goede omstandigheden nodig heeft. Eén zo'n beestje kan eigenlijk heel goed aangeven hoe het met water gesteld is op allerlei milieucondities. De natuur houdt ons eigenlijk een spiegel voor, dat is het mooie. Het project Ecologische Beoordeling 2.0 is nadrukkelijk daarvoor bedoeld om dus een diagnose te kunnen stellen. Daarvoor hebben we kennis nodig van de indicatiewaarden van organismen. En we hebben dus nu een database met milieu- en habitatpreferenties van alle soorten waterorganismen. Dus dat is een geweldige basis om de rest van het project in te vullen. En die basis, daar wordt het project verder op uitgewerkt. En dat gaan we doen in de levende laboratoria. Dat doen we hier bij Waterschap Limburg. Maar we hebben ook een project in Noord-Holland. We hebben een project bij Rijkswaterstaat. En in die projecten gaan we proberen om die informatie over die soorten ook toegankelijk te maken. Dus dat je snel als ecoloog een beeld hebt van hé, deze soorten komen in het water voor, dat betekent dit en dit. Het project beoogt niet alleen om te zeggen van ja, gaat het nou goed of slecht met het water, maar het is nadrukkelijk ook bedoeld om een doorkijk te geven naar welke maatregelen je nu kunt treffen. Moet je iets doen aan de bodem? Moet je misschien baggeren? Moet je iets doen aan de stroming? Moet je beekherstel uitvoeren? Is de waterkwaliteit niet op orde? Dat zijn dingen waar dit systeem een antwoord op gaat geven. Maar het gaat daarbij niet alleen om soorten die je wel aantreft, maar ook soorten die ontbreken. Die geven dus aan in welke hoek je het moet zoeken qua maatregelen. En op die manier denken we dat het ecologische beoordelingsproject heel erg gaat bijdragen aan het inzicht in het watersysteem. Voor meer informatie www.stoa.nl/ebo.